Natuurfotograaf Johan van der Wielen laat zien hoe je die ene bijzondere natuurfoto maakt. In het midden van Nederland staan we op een woestijn, lijkt het wel. Grote vlakte, duinen in het Nationaal Park de Hoge Veluwe. En ik zie daar een prachtige blauwe lucht, intens blauwe lucht. Maar die wil ik eigenlijk het liefst nog intenser maken. Gewoon nog donkerder blauw. En dat kan. Daar hebben we een filter voor. En die wil ik erbij gaan pakken. En dat is de polarisatiefilter. Met die polarisatiefilter, als we die voor op de objectief schroeven, kunnen we de contrasten, kleurcontrasten, nog intenser maken. En daarmee eigenlijk die blauwe lucht heel diep donkerblauw maken. Je kijkt door het beeld, je gaat gewoon kijken, je draait aan dat element, de voorste element blijft draaien, je gaat gewoon kijken en op een gegeven moment komt er dat moment dat ineens die blauwe lucht heel donkerblauw wordt. Dus dat moment gaan we zoeken. Dit is echt schroeven. Ja, nu je ziet hier die ribbels, zandribbels, alsof je op het strand staat met die paar plukjes aan gras daarvoor en dan die intens donkerblauwe lucht erboven. Je krijgt een heel hard contrast met hele diepe kleuren. Ja, dat is wel iets waar ik ontzettend van hou. Van de gortdroge woestijn zitten we nu midden in het water. En ook daar komt diezelfde polarisatiefilter ontzettend goed van pas. Zonlicht reflecteert op wateroppervlak. Dat verstrooit. En datzelfde verstrooide licht, eigenlijk het licht wat die boom of alle andere objecten spiegelt, kun je wegdraaien door die polarisatiefilter. En dan kunnen we ineens de bodem fotograferen in plaats van het gereflecteerde licht. Eerst weer een foto met de reflectie. En dan zien we de zon, of eigenlijk de lucht en de wolken zien we gereflecteerd. En als ik dan nu aan die polarisatiefilter ga draaien, zien we ineens in de voorkant helemaal geen reflectie meer. En kunnen we door het oppervlak de bodem fotograferen. En dat geeft een heel ander beeld. Wil je nou meer weten over die polarisatiefilter? Ga dan naar buitengewoon.nl en lees mijn blog. Daar heb ik nog veel meer tips over gegeven met voorbeelden. En dan kun je zien hoe ontzettend mooi die filter kan zijn voor jouw fotografie.